Welkom bij Paardenkracht, het eerste online videoprogramma over paarden en de hippische sport. Tommy Visser is dressuurruiter. Met zijn paard Fingino rijdt hij momenteel op het hoogste niveau. In iedere aflevering van Paardenkracht neemt hij een kijkje bij een topper uit een andere discipline van de paardensport. We zijn vandaag in het Brabantse Asten, op stal bij Piet Rijmakers. Piet Rijmakers is springruiter en heeft veel internationale wedstrijden op zijn naam staan. Hij won zelfs een aantal Olympische medailles. 3 jaar geleden stopte hij met de wedstrijdsport, maar zijn zoon Piet Rijmakers junior nam het stokje van hem over. Tommy leert vandaag van Piet junior alles over de springsport. Tommy. Ik zie dat je eindelijk klaar bent voor een carrière switch. Nou, we gaan zien of ik er een beetje talent voor heb. Hè? Hi. Super. Hi. Goed? Ja, met jou? Zeker. Heb je dit al speciaal voor mij klaargezet? Een klein beetje wel. Dit is de basis van wat wij doen altijd. Dit heb ik mijn vader zo'n beetje niet uitgevonden, maar dit zo traint hij al meer dan 30 jaar. En daar hebben wij mee overgenomen. En ik ga daar zelf een paar trainen. En ik ga jou hier de basis van laten zien. En zelf ook doen, als het goed is. Ja, dat gaan we zien. Hoe is het om in de voetsporen van je vader te treden? Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Zeker omdat het ook best goed gaat, dan is het natuurlijk wel mooi. En, mijn vader is 3 jaar geleden mee opgehouden en ik hou nu eigenlijk een beetje de eer van de stal mee hoog. Dus het is eigenlijk wel mooi dat het gewoon verder gaat. Is er binnenkort een belangrijk concours dat je nog moet rijden? Ja, aankomend weekend is een 2-sterren concours in Nederland. Dus het is altijd mooi als een internationale wedstrijd in Nederland is. En dan ga ik straks voor oefenen met Van Schijndels Valentino. Die loopt daar de grote prijs en die ga ik straks laten zien hoe ik mijn eigen daarop voorbereid. Dit is de zalenkamer. Ja, de zalenkamer. Hier heb ik alle wedstrijdhoofdstallen hangen van de paarden. We hebben natuurlijk voor ieder paard het zijn eigen hoofdstel, waar helemaal op hem afgesteld is. Dus ze zijn eigenlijk allemaal een beetje anders. Dit is het hoofdstel van Valentino. Dat zijn de... We zullen zien, er zit een speciaal bit in. Er zit een bit in die doet eigenlijk graag zijn tong over het bit, maar met dit hoofdstel kan dat niet. Oké. Okay. Dus dat is, ja, dat vind ik dan wel leuk, want dat mag bijvoorbeeld bij dressuur echt niet, dit soort dingen. Dus dat is, nee. Daar hebben jullie weer mazzel, hè? Daar hebben we eigenlijk heel veel mazzel mee, want anders zou hij zijn tong over het bit doen en dan is het een stuk moeilijker rijden. Ja, dan ben je stuurloos, hè? Ja, dan ben ik even stuurloos, dat is bij ons precies hetzelfde. En hiermee kan dat niet, dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Heb je nou boven ieder paard een foto hangen dat je weet welk hoofdstel bij welk paard hoort? Nee, dat was oorspronkelijk wel de bedoeling, maar daar heb ik... Eigenlijk nu hangen er alleen nog de paarden die door de tijd met pensioen zijn gegaan of verkocht zijn gegaan en waar ik heel veel mee op had, die heb ik dan nu allemaal hangen. Welke van deze paarden was nou jouw favoriete paard? Mijn grote favoriet, die heeft dan echt een grote foto hangen, dat is Van Schijndels Raskin geweest. Die heb ik echt 7 jaar gehad en op het hoogste niveau mee gepresteerd, dus dat is altijd wel mijn favoriet. En waarom was het je favoriet? Reed hij lekker of is hij jouw favoriet omdat je er veel mee gewonnen hebt? Allebei. En altijd als hij moest presteren, dan was hij er voor me. Dus die voelde ook echt aan wanneer het belangrijk was. En die is er echt tot zijn 18e jaar altijd voor mij geweest. Dus die is echt mijn favoriet. En de paarden waar je goed mee gepresteerd hebt, die worden op een gegeven moment te oud om mee op concours te gaan? Ja, sommige die worden te oud, sommige die worden verkocht. Die is ook nog dekhengst erbij, dus die staat nu op een hengststation en ik geloof dat je daar best goed hebt. Een van de toppaarden van Piet is Valentino. Vandaag geeft hij met hem een demonstratie. Je hebt wel grote stallen. Ja, dat moet ook. Ja, mooi. Als ze thuis zijn, dan zijn ze ook thuis. Hè? Ja. Hey, kerel. Dit is hem. Dit is hem. Kun je me maar een beetje iets vertellen over dat paard? Is dit je beste paard? Dit is mijn beste paard voor de Grand Prix op het moment. Dus daar is hij echt specialist op. Dus het is niet echt een paard voor de allersnelste rubrieken. Maar als het hoog en moeilijk wordt, dan is hij wel vaak thuis. Dus het is een goede technische springer, maar geen snelle? Ja, dat klopt. Kijk, hey. Hey, hoe vind je dat nou dat ik dat snap? Ja, vind ik heel goed. Goed, hè? Dat vind ik heel goed. Hoe oud is hij? Hij is nu...
11 jaar. Wacht even. Hallo. 11? Ja, 11 jaar is hij nu. Want je hebt met springen heb je bepaalde verschillende soorten rubrieken. Ja, er is natuurlijk maar 1 Grand Prix, dat is op zondag. En die andere rubrieken die moeten ook gewonnen worden. En de Grand Prix is natuurlijk eerst foutloos rijden en dan barrage. Dan zijn er rubrieken die gaan meteen op tijd. Dus kijken wie het hardste kan. En dan zijn er nog rubrieken, net als een six bars, dus kijken wie het hoogste kan. Dus dat is, gaat voor ieder onderdeel eigenlijk een ander paard. Dit is het paard waar je volgende week mee gaat starten. Ja, ik heb 3 paarden bij, maar deze start ik in de Grand Prix. Kom jongen. Waar let jij nou op als je een paard gaat rijden en je wilt hem hebben voor je sport? Wat is nou belangrijk? Wanneer heb je nou een goed springpaard? Ja, een goed springpaard, ja, talent kunnen we allemaal zien natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen zien of een paard goed kan springen. En dan moet het er alleen nog uiteindelijk uitkomen. En dat gebeurt door training om hem goed op te leiden. En dan, hij moet eigenlijk gewoon het spelletje gaan begrijpen. Als je die ene minuut in de ring echt oplet en goed mee wil doen, ja, dan is het helemaal niet moeilijk voor hem. Maar dat is nou net het moeilijkste om ze te leren. Maar bij jullie is karakter heel belangrijk. Minstens net zo belangrijk of misschien wel belangrijker dan het talent. Ja, dat is zeker. Want het gaat bij ons meer om functionaliteit. Als je zondag foutloos bent in de snelste tijd, dan vraagt niemand meer hoe hoog dat je erover gesprongen hebt of hoe of wat. Ja. Dan heb je gewoon gewonnen. Ja. Dus dat is bij ons het belangrijkste. Dan moet de groom natuurlijk even zeggen op welk zadel. Hè? Maar dat doe je natuurlijk ook al lang niet meer zelf, hè? Liefst niet, maar het zal nog wel ooit moeten. Nee, maar goed, als je natuurlijk 8 paarden per dag moet rijden, hoe graag je het ook zou willen, is daar natuurlijk wel weinig tijd voor. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je een hele goede groom hebt, die je paarden van binnen en van buiten super kent en die ook altijd mee op wedstrijd zijn en met ons meereizen. Dat is natuurlijk super belangrijk dat, ja. Dat die heel goed zijn. Ja. Zo, even mijn cap pakken en dan kan het gebeuren. Zal ik hem nou maar even tegenhouden dat hij niet wegloopt? Neem ik hem maar mee. Moet natuurlijk wel netjes zitten, hè? Kijk, bij dressuur bijvoorbeeld is het... Kijken ze bijvoorbeeld heel erg naar hoe het exterieur, hoe het paard gebouwd is. En hoe kijken jullie daar ook naar? Of zeg je van nou, ik heb me niet verrot hoe dat hij eruit ziet als hij er maar overeind springt? Ja, het eruit ziet is niet zo erg, maar hij moet natuurlijk wel goed in elkaar steken. Dat is natuurlijk een paard met een lichaam waar niet kan springen. Een moeilijke schouder die niet omhoog kan en zo. Dat kan natuurlijk nooit een springpaard worden, want die hindernissen komen zo vlug achter elkaar. Het moet wel gemaakt zijn om te kunnen springen. Maar uiteindelijk, ja, het allerlaatste zit toch... Tussen zijn oren. Tussen zijn oren, ja. En dan moet je het gewoon willen doen. Als je deze nou op zijn exterieur bekijkt, wat zijn nou zijn pluspunten en zijn minpunten? Natuurlijk, ik vind hem wel fijn. Hij is groot genoeg. Dus, is dat belangrijk? Nou, er zijn een paar uitzonderingen van kleine paarden die het heel goed doen. Ja. Maar de meeste zijn toch op het hoogste niveau, die zijn meestal wel, die zijn allemaal groot genoeg. En die hebben een ruime galop. En deze heeft natuurlijk ook een sterk achterbeen, wat ook gewoon heel belangrijk is voor de paard, want daar zet hij toch iedere keer mee af. Ja. En een paard moet natuurlijk een sterke rug hebben. Nou, ik zeg, laat maar zien hoe het moet. Ik ken ze ook, hè. Hup. Waar leg jij de meeste nadruk op? Is dat op het controle op de tempo of op dat de paard echt door zijn lijf is? Een paard moet ten eerste helemaal door zijn lijf zijn, dus om te beginnen. En daarna moet ik het tempo kunnen bepalen. Ik moet kunnen remmen en gas geven zonder dat een paard in verzet komt. En als een paard een beetje in verzet komt naar een hindernis toe, heb je nogal vlug een fout. En dan ben je weer bekeken. Dus dat is eigenlijk het... Het hele spelletje van ons. Laat eens zien aan mij, want daar ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar. Want nu gaan we straks ook springen, maar hoe, als jij nou een dressuurtraining doet van je paard, ja. Hoe ziet dat er dan uit? Ik ben nu eigenlijk gewoon een klein beetje aan het stappen en ik laat de paard een klein beetje wijken voor mijn binnenbeen.
Dat is natuurlijk als ik een wending wil maken naar een hindernis toe en hij zou naar binnen vallen, dan past mijn afstand niet meer. Ja. Dus als ik dan met mijn been tegen mijn paard aankom, moet hij toch wel gewoon die kant op kunnen gaan. En dan moet hij niet van verschieten en naar voren vliegen, want dan past mijn afstand ook niet meer. Dus het is voor ons gewoon heel belangrijk dat een paard dan ook alle kanten op kan. En natuurlijk, ja, een changement maken voor ons, dat is eigenlijk heel normaal. Dat beginnen we al mee als een paard 4 jaar is. En wij ook. Ja, dat weet ik, maar bij ons lukt dat al. Als ik zeg, moet hij naar voren gaan, moet hij reageren. Als ik dan langzamer wil gaan. Nou, die was mooi in tweeën, Piet. Ik weet het, maar als springruiter zijnde zou ik zeggen, maar hij deed hem wel. Hij deed het wel. En wat toch weer bij ons het belangrijkste is, dat je het gewoon doet. Ja. Ja, die was goed. Die is iets beter. Ja. Hij is best hoog hoor. Spring jij elke dag? Nee, ik spring zeker niet elke dag. Zeker niet. Dus, hoe vaak spring je per week dan? Eigenlijk maar 1 keer voor de wedstrijd. Sowieso die paarden die al op niveau lopen, die hoefden eigenlijk alleen maar gezond en geïnteresseerd te houden. Dus die doen we echt niet te vaak springen. Ik vind het al belangrijk dat mijn paarden eigenlijk plezier hebben in wat ze doen. Dat kunnen we ook zien aan hem. Als hij geland is, dan maakt hij wat plezier en zo. Want ik weet ook dat hij in het parcours doet hij dat niet. Want dat wil ik hem eigenlijk ook niet afnemen. Maar als ik dan aan het springen ben thuis en hij heeft er echt plezier in, dan laat ik hem ook een beetje doen. Nou Tommy, dan lijkt me het beste dat je hem maar eens om gaat kleden en kijken of we jou een springruiter kunnen maken. Ja, nou zie ik alleen wel dat jij, jullie rijden natuurlijk met veel kortere beugels dan wat ik doe. En ik heb wel mijn dressuurlaars bij, maar ik denk dat die ongeveer mijn die gaan niet knieën fijn zitten, dus, nee. Maar dan gaan we maar eens een paar van mij aantrekken en dan zullen we eens kijken wat we ervan maken. Dat is goed, ga ik doen. De merrie Vanilla is vandaag voor Tommy gezadeld. Kan ik erop? Ja, zitten. Nou ja, ik ben er fysiek wel klaar voor. Nou nog mentaal. Ik ben altijd gewend met langere beugels te rijden, dus ik zal niet gauw zeggen dat ze langer moeten. Of dat ze korter moeten, bedoel ik. Hey, maar dat is nog niet een slecht beeld, toch? Nee, valt best mee, hè? Dat is goed. Nou, dan zet hem maar eens een stap. Ja, in het begin mooi makkelijk. We doen daar een keer een overgang maken de stap en doen een keer aangalopperen. Oh, ja. Dus eigenlijk als je het volgende rondje gereden hebt, Tommy doet hier afdraaien en dan laat hem hier een keer changeren en dan gaat hij verder. Het is bijna een dressuur dit. Hop, oeh. Kijk, dan doen we een keer een stukje naar voren sturen en een keer een stukje opvangen. Kijk, gewoon kijken wat er dan gebeurt. Zie je, onze paarden doen eigenlijk ook best makkelijk naar voren en naar terug zonder dat er verzet bij komt kijken. Maar dat is natuurlijk niet helemaal precies met het hoogste punt en zo. Dat allemaal is natuurlijk net iets anders. Maar die zijn gewoon eigenlijk voor iedereen ook te sturen. Hè? Je doet opstappen en aanrijden. Dan beginnen we helemaal bij de basis. Komt dadelijk gewoon, doe er even gewoon een fijne draf in, met de teugels een beetje op maat. En dan laat er gewoon, komt er van die kant ingedraafd. En zelf gewoon makkelijk, net zo gewoon midden boven jouw paard blijven
zoals je net aan draaf had. En het paard zelf, die moet de snelheid gaan bepalen en kijken waar die balletjes liggen. Ja, goed, doe dat nog één keer. Jij zelf staat helemaal zo naar beneden kijken. Ja. Zelf kijken wat er op je afkomt. En dat gaat automatisch, want ik wil kijken waar ik rij. Dit gaat nog. Tot zover, so far, so good. Komt weer zelf in die makkelijke draf van net. Dan gaat jouw paard, die gaat, hup, daarheen. Het is zaak dat jij midden boven jouw paard blijft staan. Een kleine huppel meemaakt. En dan doen we weer recht vooruit stoppen. Recht eroverheen kijken. Oh ja. Kijk, dan is het daarna is wederom zaak, maar dit eigenlijk weer. Precies zo. Zo, hè. Precies hetzelfde naartoe rijden, maar zelf in de lucht daar naartoe willen. Niet daar naartoe. Waarom is dat zo belangrijk? Het is voor ons heel belangrijk in het parcours dat je leert met springen altijd naar voren te kijken. Want het moment dat je landt en dat je weer gaat zitten, en dan is de volgende hindernis er al. Nou, goed. Bijna net echt. Braaf. Moet ik er nou twee achter elkaar doen? Drie zelfs. Oh jee. Je draait gewoon naar die eerste zoals net. En je gaat in één golvende beweging met hem mee. Het is eigenlijk belangrijk dat je zelf, als je erop zit, dat je toch wel een soort van ritmegevoel hebt. Ja, dat is heel belangrijk. Dat je dus met dat paard mee kunnen. En het is heel belangrijk dat je hem nooit in de weg zit. Want wij wegen dan wel niet zo heel veel, maar als je toch iedere keer 70 kilo de verkeerde kant op drukt, dat is niet fijn uiteindelijk. Nee, nou, ik ben wel blij dat je me zo slank inschat. Dat scheelt een hele hoop. Dus op het moment dat een paard van de grond afgaat, dan gaat hij mee daarheen. Het is altijd een hindernis bouwen, hè? Want... Ja, niet te hoog hoor. En in de lucht recht vooruit kijken waar hij naartoe gaat. Probeer een mooi een lijntje recht vooruit te houden, hè? Dat je niet zo'n slangenvolte in krijgt. Ja, maar nou doet hij hem nog een gaatje, hoor. Ik kan het beter gewoon niet zien, want... Ik deed bijna mijn ogen dicht. Een heel klein ding waar ik het anders deed. En dan meteen gaat het paard ook naar beneden. Je moet daarheen willen springen, niet daarheen. Ja. Oh ja, super. Hoe hoog is dit? Het is 1,30 meter. Dat is een zetparcours. Ze zien dat, eigenlijk, dat je heel simpel heel hoog kunt springen. Zonder dat er eigenlijk iets geks gebeurt. Ja. En, ja, zo maar het is wel leuk, want er zijn wel een aantal overeenkomsten die belangrijk zijn. Ik bedoel, als ik een oefening heb gereden, ja, dan moet ik ook weer verder rijden eigenlijk zoals ik daarvoor deed. En dan moet ik ook niet van alles tussendoor, want dan kan ik mijn volgende oefening niet meer voorbereiden. Het is natuurlijk, het is gewoon een heel moeilijk spelletje. Ja. Dat is het gewoon, maar het is wel een heel mooi spelletje. Super bedankt voor vandaag, ik vond het echt heel leuk. Goed. Bedankt dat ik te gast mocht zijn, dat je me wilde helpen. Graag gedaan. Ik ga zondag eens even kijken hoe dat je het er vanaf brengt. Ik hoop goed, we zullen het zien. Hè? Ja, dankjewel. We zijn vandaag op concours. Tommy is erbij om Piet te supporten. Piet rijdt verschillende paarden op dit meerdaagse evenement. Piet, goedenavond. Goedenavond. Vertel eens even, waar zijn we? We zijn nu in Roosendaal op het internationale concours op de Gouwberg. En er is vanavond de finale van de middentour. Dus die gaan we straks maar eens proberen. Ik heb begrepen dat je met een ander paard... Ik rijd met een ander paard dan dat je vorige in de training hebt gezien. Ja. Die was niet helemaal lekker van de week. En dan heb ik besloten om een nieuw paard mee te nemen. Om eens te kijken of dat je het niveau aan kan. Ja, zo gaat het met springen. Je kan gewoon een ander uit het hok pakken. Ja, dat geluk hebben wij. En, we kunnen dan een andere meenemen en eens kijken of dat hij dat kan. In ieder geval gisteren leek het erop. Dus sprong hij
heel goed foutloos en kijken of hij vandaag de finale ook kan. Maar vertel eens even, wat is het voor paard? Hoe oud is die? Hoe lang rij je hem al? Dit is een 8-jarig paard, die heb ik nu iets meer dan een week. Een week? Een week. Oh. En hier heeft mijn broer eerst altijd gereden. En die, oh, ze blijft wel in de familie? Blijft in nee, de familie. Nee, kijk, dat scheelt. En die, dus ja. Maar in ieder geval, het lijkt heel goed te passen, dus we zullen eens kijken vanavond. Maar hoe doe je dat dan? Krijg je een paard zo op stal, rij je een week? Ik bedoel, als ik een nieuw paard op stal krijg, dan moet ik eerst wel een soort van echt wel even oefenen voordat ik hem mee op concours neem. Ja, dat is bij ons denk ik iets anders, want die paarden zijn natuurlijk, die stond al 2 jaar bij ons, die is helemaal door ons opgeleid en die heeft ook de heel trainingsschema meegekregen. En nu krijg ik toevallig een andere ruiter op, maar wij passen ons eigenlijk heel vlug aan een ander paard en dan... Ja, dan gaat dat meestal vanzelf eigenlijk vlug. Het is toch wel makkelijker dan dressuur, hè? Springen, hè? Anders, niet makkelijker. Bijna. We gaan naar het parcours lopen. Ja. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ja. Maar waar let je nou op? Want ja, voor mij is het gewoon nummer 1, 2, 3 en dan... Zoals je ziet zijn ze nou die hindernissen opbouwen. En dat is bij ons, bij jullie is het iedere week hetzelfde. Maar bij ons schoten ze iedere week iets anders voor. Dus... Iedere week zijn de afstanden anders. En je hebt natuurlijk een stijlsprong in Oxer, dat blijft hetzelfde. Maar op de afstanden die ze die neerzetten, is iedere keer anders. Dus dan doe je de afstand lopen tussen de hindernissen. Die loop je zelf? Die lopen zelf. Dit lijkt al concours op zich. Ik heb van de week zo gezwommen. Vertel dus, nou maar wat je net gedaan dus hebt. We hebben eerst van hindernis 1, zo gekeken waar hindernis 2 zat. En nu kijken of hier 6 of 7 klopsprong gaat maken. Maar ik zag jouw stappen tellen. Ja. Wat heeft dat ermee te maken dan? Iedere 4 stappen is bij mij 1 klopsprong. Oké. Okay. Dus dan doe ik iedere 4 stappen die ik zet, is voor mij een paard 1 klopsprong. Dus hoeveel klopsprong is dit? Ik kan nu nog kiezen tussen 6 en 7. Dit is een beetje een gebroken lijn. Dus dan kan ik aan de binnenkant blijven, krijg ik er 6. En als ik aan de buitenkant blijf, kan ik er 7 maken. Dus dan moet ik daar nog kijken hoeveel tijd ik heb. En dan bepaal ik nog hoeveel klopsprong ik ga maken. En dan verschijnt Piet met zijn paard Antares aan de start. Antares, Arkansas in doktoraalafstamming van deze 8-jarige ruimte. Piet Hamer, junior, grote winnaar gisteravond van de ranking. Toen won die 6 tot 3, 80 graden van Pieter Hamer, junior. Piet, wat doe je nou om op zijn Brabants te blijven? Hè? Nou, wou ik eigenlijk niet meer met je praten, daar kwam ik niet voor. Ja, dat had ik wel gedaan. En zo gaat de wond, ja. Morgen ben de winnaar en overmorgen gaat de 1 af. Hè? Ja. Maar ik ben eigenlijk op het paard heel tevreden. Je kon zien, het is een beetje, je bent nog niet helemaal samen in het spel met hem. Het is zo nou en dan. Ja, dat is ook niet zo gek, hè? Na een week pas rijden. Dat weet ik. Maar hij kreeg alleen een foutje op de achterste paal van hindernis 3. En dat kwam doordat ik jou zei, je kon daar kiezen tussen 6 of 7. En ik wou voor de 6 klopsprong gaan. En ik zag toen ik de bocht omkwam dat niet meer ging lukken. Ja. En toen moest ik er op het laatste eentje bij maken. En toen sprong hij te hoog op. Dan tikt hij er net een klein beetje achterop. En dan valt hij eraf. En dan. Ja, dan ben ik geweest bij onze sporten. Ja, dus nou is het over. Ja, nou is het over voor de barrage. Dan gaan we kijken hoe goed die anderen doen. Dus in ieder geval over het paard ben ik super tevreden. Hij pakt het echt bijzonder goed aan, want dit niveau heeft hij natuurlijk nog nooit gezien. En over het paard was ik zeer tevreden.
Helaas geen plek in de finale voor Piet Rijmakers junior. Maar om tevreden te zijn hoef je niet altijd te winnen. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Paardenkracht. Volg ons op Twitter en Facebook voor updates.